Straatgeweld in Arnhem, Collision 2. We gaan ons klaarmaken voor Glory 75 in Utrecht. Geen grote voetbaltempel, maar een klein intiem evenement in Utrecht Studios. En zoals altijd met een Nederlands evenement, veel vechters van eigen bodem in de ring. Onder andere Roël Mannaart. Ja, ik heb wel eens zo'n klap gehad dat je er dan eventjes voelt dat er wat gebeurt in je oor. Ja. Maar hij is gelukkig nog nooit kapot gegaan. Je bent net in de studio geweest. Ja. Hoe is het gegaan? Ja, ging goed. Altijd goed. Met Wilson praat makkelijk weg en met jou natuurlijk ook. Dus, hey, hoe is die voorbereiding gegaan? De voorbereiding is goed gegaan, dus we hebben veel gekickboxd. Ik ben veel bij Moesiet geweest en veel op snelheid getraind. Iets andere dingetjes weer, maar we zijn tevreden. Je weet wat er aankomt, dus je weet hoe je er naartoe moet werken en we liggen precies op schema. Dus, Fighting tonight out of Vilnius, Lithuania. Ladies and gentlemen, introducing Sergej Kavalda Maslobojev. Sergej heet hij. Hij is ook amateurkampioen volgens mij. Hij heeft veel gevochten en het is een hele complete vechter. Hij heeft tegen veel jongens gevochten. Ook Plasibat heeft hij van gewonnen en nog verschillende jongens. Het is een hele goede, sterke vechter die naar voren komt. Het is een fitte jongen. Hij is 31. Maar dat zou ik hem niet geven als ik hem zo zie. Maar hij ziet er goed uit en hij beweegt goed. En ja, een sterk tegenstander. Maar daar ben ik blij mee, want dan kunnen we ook laten zien wat wij kunnen. En hoe denk je me zaterdag te kunnen aanpakken? Ik denk gewoon de Nederlandse stijl. Het is wel mooi. Hij komt natuurlijk uit Litouwen, maar hij vecht eigenlijk wel een beetje de Nederlandse stijl zoals we dat noemen. Hij komt naar voren, hij maakt veel low kicks. En wij gaan ook zo met hem werken. We gaan hem hetzelfde teruggeven. Meer Veronica Fight zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.